allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee en het is de week tussen kerst en oud en nieuw. Nou is dat natuurlijk altijd een beetje, ja, nou, bedrijven zijn dicht en het is een beetje rare rondjes. Dus ik sta op dit moment in Thuin, dat is ligt net onder Charleroi in België. Dan hebben we nog een klantje in België, daarna gaan we een klein stukje Noord-Frankrijk in en dan komen we weer leeg in België. Dus allemaal een beetje sprokkelen. Maar dat is altijd zo met deze weken, dus dat geeft niet, dat maakt het ook wel weer leuk. Dus ik sta nu bij de eerste, het is woensdagmorgen 6 uur. Donderdagmorgen 6 uur, excuus, maar dat maakt voor de rest niet uit. Dus de eerste ga ik nu lossen. Nou, de pelletjes staan daar. Nou, de eerste is er natuurlijk al uit. Ging super snel, 10 minuutjes. Nu naar de volgende. We gaan naar Tottigny. Tottigny, weet ik het hoe je het uitspreekt. Dat ligt bij Mouscron. Dus dat is voorlopig weer ruim 100 kilometer toeren. Helemaal goed. Nou, we staan bij de tweede. Het is 7:50. Die beste mensen zijn er nog niet, dus... Ik heb hem vast voor het dok gezet, dus dan kunnen zo meteen gelijk de pelletjes eruit. Het zijn 2 pelletjes met kokosmelk, dus ik neem aan dat het zo geregeld is. Nou, het zijn pijlen YouTube. Nou, dit schiet op. Het is 7:50. Pellets zijn eruit. Nu gaan we naar Marc-en-Barœul. Dat ligt bij Lille. En dat is 26 kilometer, dus dat is de hele wereld niet uit. Dus het loopt gesmeerd tot nu toe. Er zijn blauwe kratten. Het zijn 5 pelletjes, die gaan er nu uit. Het zijn kratten met een soort wasgoed. We zijn nu bij een wasserij, dus het moet gewassen worden hier of gereinigd, geen idee. Thank you.
Nou, ik heb maar even snel een ontbijtje voor mezelf gemaakt. Lekker yoghurt met blauwe bessen en frambozen. En dan gaan we die eet ik even lekker op en dan gaan we weer verder. Het is hier natuurlijk zo geregeld, dus helemaal goed. Verboden voor 3,5 ton, maar dat is pas over 1 kilometer, maar dan ben ik er al. Anders kan je er niet komen. Bij deze klant hoeven we er wederom niks aan te doen. Alleen even wachten totdat ze hem leeg geschept hebben. Dus dat is top. Nou, we zijn weer onderweg naar de volgende. Dat is Gravelien. Dat ligt bij Duinkerken. Ja, dat is vanaf Salomé... Een goede 100 kilometer of zo, dus we even lekker stukje toeren.
Zo snel, die man die kon gelijk naar buiten, hup, gelijk los. Het is tussen de middag, maar dat is helemaal top. Nou, dit was ongekend. Ik kwam aanrijden, die man die vliegt gelijk naar buiten. Dus ik moest gelijk die zijkant openmaken. Ik ben al blij dat ik al nog wat gefilmd heb, want er ging wel heel snel dit. Die zat er blijkbaar op te wachten. Dus, nou ja, helemaal goed. Nou, dan gaan we nu weer terug naar België. De laatste losse in Brugge.
Deze boksen gaan er hier uit. Het zijn 12 boksen. In totaal, dus 2 hoog. Daar zit tonijn in. Dat is zeg maar hetzelfde wat in een blikje tonijn zit. Dus eigenlijk geconserveerd. Alleen dan in grote verpakking, omdat dit een voedselfabrikant is. Ik moet er nog wel even bij zeggen, ik kan het niet laten zien, ik kan hem niet openmaken. Maar in die plastic bak zit zeg maar een soort aluminium zak. En daar zit die tonijn in. Ik ben leeg. Het is allemaal geregeld. Ik kan leeg terug naar de zaak. Deze week is er natuurlijk niet zo heel veel te laden en dergelijke. Dus dat is helemaal goed. Dat kan ik precies halen. Dus dan ben ik precies met mijn uurtjes thuis. Dus ik ga ermee ophouden. Ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik wens jullie alvast de allerbeste wensen. Hoi hoi!